Etienne Reinen, het ontslag van Georges Ulte is een feit. Hoe zijn de afgelopen dagen geweest op de club? Druk. Met een hele vervelende mededeling voor Georges. Op het moment dat je zo'n beslissing neemt, dat doet dan nogal wat met je. Niet alleen mij, maar ons als club, maar ook zeker met Georges. Georges was natuurlijk wel een trainer die elke dag er alles aan heeft gedaan om de club in zijn vakgebied verder heeft proberen te helpen. Daar zijn we hem ook heel dankbaar voor. Maar uiteindelijk voelden we ons wel genoodzaakt om deze beslissing te nemen. Wat is de reden uiteindelijk geweest voor dit besluit? Nou, zoiets doe je niet op de een of andere dag natuurlijk. Er zit wel een aanloop aan vast. Je gaat op een gegeven moment wel terugkijken vanaf het moment dat iemand binnenkomt en waar je nu staat. Waarbij je de laatste 3 weken slechte resultaten hebt behaald. En met name de manier waarop. Denken wij en ben ik genoodzaakt, zijn wij genoodzaakt om altijd te kijken wat is het beste voor het elftal. Daarin zie je enorme wisselingen als je het hebt over aanvallend scorend vermogen heel goed, verdedigend heel veel goals tegenkrijgen. En dan ga je kijken, gaat dat op deze manier beter worden? Of moeten we daar veranderingen in brengen? Nou, wij hebben gekozen voor het tweede. Om niet verder te gaan met Georges. Onder andere om die reden waarvan wij denken, op een andere manier krijgen we meer stabiliteit in specifiek dat vakgebied. En nu komt Henk de Jong weer aan het roer te staan. Waarom Henk de Jong? Nou, Henk heeft bewezen natuurlijk een uitstekende trainer te zijn. Gezicht van de club ook natuurlijk. Enorm geliefd. Henk is fit. En Henk is nog steeds werknemer bij ons. Staat nog steeds onder contract. Dat bij elkaar opgeteld. Is hij op dit moment verreweg de meest geschikte kandidaat om deze klus te klaren. En hij is nog in dienst, maar hij heeft natuurlijk ook andere kwaliteiten. Waarin vind jij Henk sterk? Nou, Henk heeft hier al een dusdanig verleden achter zich. Hij kent alles en iedereen en de hele omgeving. En heeft al bewezen hier geweldige resultaten te behalen met de club. Grote kracht van Henk is natuurlijk iedereen meenemen in zijn plan. En dat zal hij nu ook niet anders doen. En vanaf morgen mag hij dat weer laten zien. Hij heeft de afgelopen maanden natuurlijk is hij heel druk geweest met de jeugd. Dat vond hij helemaal geweldig. Echt wel weer uren maken. Als je ziet waar hij vandaan komt, dat was nogal wat. Dus je ziet nu ook weer een frisse Henk die er onwijs veel zin in heeft. En morgen staat hij voor de groep en dan mag hij beginnen.